Het waar had wat een jestig karakter. Juwet begon het maar grijs waar, en hij kwam de zinnen er weer eens even terug. In die zinnen zoek ik staren gewoon terrein binnen, maar dan wie ik nog altijd maar wat bewolking. Ja, en dan de temperaturen, het wie een koude dag en dan de wien. Het waaide betieden een hele storm, een krachtige, betieden hudde wien in het kustenwaardgebied. En dan moet het er net vreunlijker op, maar het fleuren wat op terug die zinnen. En de komende dagen, ik zei het al, jestig en morgen een koude dag. Joen en vannacht. Eerst nog wel zinnen en opklarings, staan er gewoon een aantal buien, misschien wel een kans op tongen in het kust- en waardgebied, dat geldt dan van vannacht, en de temperaturen binnen leeg, 4 en 6 graden. En de wind wordt sterk, matig en krachtig uit west-noordwestwaai. Morgen, een dag mooi, eerst nog een aantal buien, doch ik wil weer eens even de zinnen erbij, en de temperaturen, 9 of 10 graden, neem het maar een roem uit. Koude dag. De jas kan aan, de trui kan aan en de wind matig en krachtig, nog altijd nu het noordwesten waai. In de joentijd, in de nacht, begint de lucht staren gewoon weer en hebben we eens even rein of een aantal buien. Nou, zetten we terug naar het fruitsjog. Vrijd, een dag met bewolking, een dag met betieden wat rein, een dag met net al te volle zinnen. Ik denk zelfs dat die zin het net in je cel het en de temperaturen liggen om de beide halve graden heen. Op sneeuwen, 13 graden, dat is even een wat hegere temperatuur. Ik nog rein, lichter rein, is even een droege periode tussen terug. En dan snijden, een aantal buien, maar de zinnen komt er ik nog bij en de temperatuur is aan 14 graden. En hoe de wind sprutsen, ik heb versneuwen en krijftig onthudden wien steen, maar die kan van hetzelfde heel stwarmig worden. We met de moon, maar weer even in het waarschijn.